Vanaf komende dinsdag zijn Oekraïense vluchtelingen welkom op de voormalige manege in Brakkestein. Afgelopen week werd bekend dat de gemeente Nijmegen deze locatie beschikbaar gaat stellen om de druk op Ter Apel te verlichten. Zondag kregen buurtbewoners en de pers de gelegenheid om een kijkje te nemen op deze opvanglocatie. In totaal zal de manege ruimte bieden aan 225 vluchtelingen. De manege zelf biedt 75 plaatsen. Een naastgelegen paviljoen breidt dit met nog eens 150 plaatsen uit. De manege was eigenlijk te klein, dus we hebben er een tent bij gezet om naar die 225 personen te gaan. En de manege alleen optuigen, ja, dat had niet zoveel zin. In principe hebben we als gemeente Nijmegen gezegd, iedereen is welkom. Maar de manege is uitermate geschikt voor families, vrouwen, kinderen. En de tent is geschikt voor alleen reizende mannen. Ja. Zo zijn er in de tent 8 bedden per sectie en in een manege slechts 4. Zo hebben gezinnen net iets meer de ruimte in hun persoonlijke verblijf. Uiteraard zijn hier ook de nodige stroomvoorzieningen aanwezig, liggen de eerste levensbehoeften klaar en wordt er gezorgd voor een internetverbinding. Al met al maakt Nijmegen dankbaar gebruik van de ervaringen die het in het verleden heeft opgedaan, bijvoorbeeld in Heumersoord. Ja, we hebben wel de tent beter geïsoleerd, de vloeren, dus dat, we hebben wel een vertaalslag gemaakt, ja, met kennis van Heumersoord, zeker. Dit gaan we ook meemaken. Op het moment dat het lawaaiig is, of ja, kunnen we met doeken nog dingen scheiden. Op dit moment denken we dat het goed is, maar dat gaan we straks meemaken en daar gaan we op anticiperen. Na de rondleiding voor de pers zijn ook buurtbewoners welkom voor een bezoek. Tot nu toe zijn er vanuit hen nog geen bezwaren binnengekomen. We hebben wel wat reacties gekregen, maar ja, eigenlijk na vanmiddag weet ik wat de reacties zijn. Dus we weten wat reacties van mensen die het heel leuk vonden, maar ook wat reacties van mensen die wat zorgen hadden, wat we ook begrijpen. Maar ja, de rest van de buurt ga ik nog ontmoeten, dus ik weet het nog niet. En wat voor zorgen hadden ze al, die al bekend zijn? Nou, over 's avonds en mensen die buiten het terrein zijn en wat we gingen bouwen. Ze wilden gewoon even weten wat we hier gingen doen. De vluchtelingen die op de manege zullen gaan verblijven, mogen overigens vrij het terrein op- en aflopen. Hiervoor krijgen zij ook een toegangspas. Wel wordt geadviseerd om na 22:00 s'avonds op het terrein te blijven. Het terrein wordt daarbij ook 24 uur per dag bewaakt. Het is nog niet duidelijk tot wanneer deze opvanglocatie precies actief blijft. Officieel zou het tot 1 januari zijn, maar met deze regering is de vluchtelingencrisis niet opgelost voor 1 januari. Dus mijn gevoel zegt dat ze tot max 1 april hier zijn.